Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Regalia Opleidingen. Ik vond het heel lastig om Stan als onderdeel van ons gezin te zien. Ja. Maar ook om hem niet als onderdeel van ons gezin te zien. Dat vond ik heel lastig. Vandaag ga ik in gesprek met Ilse en Jeanine Beyer. Voor mij geen onbekende, want het zijn mijn eigen dochters. Meiden, ik kan iedereen interviewen, maar dit voelt heel gek. Ja, dit is heel raar. En Jeanine zei net, voordat we begonnen, laten we gewoon doen alsof we thuis aan de keukentafel zitten. Iets netter praten, iets rechterop zitten, omdat we op beeld komen natuurlijk ook. Maar verder is dat wel de bedoeling. We zijn bezig met een serie podcasts over stilgeboorte. Nu is jullie broertje Stan onderdeel van ons gezin ergens nog. Er wordt niet heel veel meer over hem gesproken. Maar jullie zijn wel opgegroeid in een gezin waar stilgeboorte heeft plaatsgevonden. En we praten heel veel met ouders. En vaak nog met ouders die nog jonge kinderen hebben. Mensen hiernaar luisteren. Maar ik dacht, wat nu als wij onze kant van het verhaal eens vertellen? Want ook ik heb misschien wel dingen, had dingen anders kunnen doen of moeten doen. Hoe hebben jullie het beleefd? Hoe sta je daarin? En wat doet het met je? En ik denk dat is een beetje de strekking van wat ik ga doen. Dus in de vorige podcast, waarin ik zelf door Leontien geïnterviewd ben, is mij gevraagd hoe het met Stan allemaal gebeurd is. Nou, jij bent in Ilse op 8 januari 1999 geboren. Ja. En ik raakte, toen ik eenmaal heel graag weer een kindje wilde, met je vader samen natuurlijk, raakte ik vrij vlot weer zwanger. En was ik in 2000 zwanger van achteraf een zoontje wat we niet wisten. Nou, Stan is geboren met ongeveer 22 weken. Jij was anderhalf. Ja. Je hebt er niet zoveel van meegekregen. Nee. Of eigenlijk niet. Nee. En wat ik me eigenlijk afvraag, en we hebben daar echt niet zo heel veel meer over gesproken, is, ik heb in die podcast verteld dat jij bijvoorbeeld als klein meisje met een schepje in je hand in de buggy meeging. Ja. En dan tegen mensen op een gegeven moment riep, ik ben bij mijn broertje geweest. En toen dacht ik, dit moet ik maar niet meer doen, want het is niet zo goed voor een kind om altijd met de dood geconfronteerd te worden. Ja. En toen was je een jaar of 9. Ja, toen was ik een jaar of 9. Ik weet er niet heel veel meer van. Nee. Wat ik wel weet is dat ik inderdaad heel veel gehuild heb die dag nadat we bij het grafje zijn geweest. Ja. Maar ook omdat we toen bij het graf van opa zijn geweest. Ja. En opa is toen 6 weken nadat ik ben geboren overleden. Ja, 9 weken, geloof maar zoiets. Iets in die richting. Dus van hem heb ik ook geen actieve herinneringen. En van Stan of jouw zwangerschap helemaal niet. Nee. Nou, nu heb ik dat van Jeanine ook niet. Maar wat ik nog wel weet, is dat het mij heel veel indruk maakt dat ik op een plek kwam waar eigenlijk familie van mij moet zijn. Maar dat ik niet weet hoe het daar gekomen is of dat het voor mij eigenlijk vroeger heel normaal was. Ja. Het is gewoon een groot gapend gat. Ja, dus eigenlijk toen je heel klein was en met mij meeging, ja, was het normaal. Ja. En ik dacht jou te beschermen. Ja. Want dat was de insteek. Mm-hmm. Door jou er niet meer mee naartoe te nemen. Niet mijn verdriet te zien. Niet daar weinig over te praten. En vervolgens toen je dus de vraag stelde en eigenlijk een beetje doordramde in die tijd. En met mij meeging naar het kerkhof. Weet je, totaal overvallen door het feit dat de dood sowieso de dood was. Ja. Maar ook wat je zegt. Dat je niet wist hoe ze daar gekomen waren. In een stukje onwetendheid. Ja. Nou, een van de redenen dat ik dit nu anders doe en anders adviseer, ja, aan ouders. En sowieso aan ouders met kinderen, of nou opa, oma overlijdt of wie dan ook. Mm-hmm. Ben jij dus. Ja. Omdat ik daarvan geleerd heb dat het heel goed is om het wel te doen. Dat, ja, als het normaal voelt, het ook normaal blijft. Ja. Heb jij ergens, we hebben wel over Stan gesproken. Ja. Ik weet dat ik uiteindelijk heel nieuwsgierig werd naar Stan. Of in ieder geval, hoe zou die eruit zien? Want je hebt me altijd verteld dat de verloskundige en de verpleegkundige gezegd hebben, hij lijkt op je dochter. Dat ik echt denk, ja, maar hoe ziet dat er dan uit? En nu ben ik iemand die van voor en achter alles wil weten en wil weten hoe het werkt. En toen heb je me altijd verteld, toen nog in het oude huis, hier ligt een babydoos van Stan, maar daar mag je niet aankomen.
Ja. Dan zouden we hem samen een keer bekijken. Nou, die poging is pas mislukt. Ja. Toen kwamen we achter mijn babydoos. Ja. Maar nu ik door het werk in de uitvaartzorg ook vaak stilgeboren kinderen heb gezien, heb ik die nieuwsgierigheid niet meer. Minder, ja. Ja, nee, maar het stukje willen begrijpen van wat er na mij gekomen is, dat wel. Of van, hey, wat was jouw 9 maanden dagboekje? Ja. Dat wel, maar de drang om de foto's te zien die er gemaakt zijn, of wat dan ook, die heb ik niet meer. Gelukkig. Omdat we er heel veel over gepraat hebben. Omdat ik het ook gewoon gezien heb bij andere families waar ik bij betrokken ben geweest. Dus het is wel zo dat we het hebben over het jaar 2000. Hè? Ja. Dus het is dit jaar 23 jaar geleden. Ja. En in die tijd bestond er geen Stichting Stil. Nee. Bestond er geen Make a Memory of wat dan ook. Dus er kwam geen fotograaf die op een hele mooie manier tegenwoordig dingen in beeld brengt. Dus ik heb geen foto's van zijn handje op mijn vingertje. Het voetje wat we vasthouden zonder dat het eng is. En wat wij hebben is een klinische foto van een babytje van 19 of 20 centimeter... Ja. In de vorm van een Barbiepop. Waarvan het ook nog zo is dat een hoofdje, de fontanelletjes en zo, hè, de schedel nog niet helemaal aangemaakt is. Dus een lange. Ik zei wel eens tegen jullie, en ik tegen alle mensen wel gezegd, ja, hij leek een beetje. Het is niet te oneerbiedig. Ja, jullie lachen nu, maar hij leek een beetje op Lampie van Willy Wortel. Ja, maar dat komt in het lange hoofd. Ja. En dat zeg ik met heel veel liefde. Ja, nee, maar dat. Maar dat is wel, weet je. En hij was natuurlijk wat langer in mijn buik overleden. Dus hij was wat donkerrood. Het is niet. En kindje, en ik denk dat ik jullie. Nou ja, ik kan me ook nu voorstellen, als ik dan andersom denk. En mijn moeder had tegen mij gezegd. Daar ergens staat een doos van Stan. Maar je mag er niet in kijken dat ik geheid die doos opengemaakt had een keer. Ik heb heel vaak een poging gedaan. Maar toen was ik nog niet zo lang als nu. Ja. Kon ik er ook niet bij. Nee. En uiteindelijk vergeet je hem. Of in ieder geval. Als je jouw kast opentrok, dan zag je altijd die doos liggen. Maar uiteindelijk, die nieuwsgierigheid verdween. Ja. Dat heb ik, ik nooit gehad. Nee. Ik weet nog dat jij heel goed, dat een keer bij jou op bed zat, had ik die doos nog nooit gezien. En toen zei ik, wat is dat? Toen zei hij, dat is de doos van Stan, maar die mag je echt niet openmaken. En iedere keer als ik die kast openmaakte, dacht ik, misschien zit Stan daar wel in dan. Terwijl ik wist dat hij een grafje had. Ja, maar ik had daar echt zoiets van. Daar zit zoiets engs in. Daar mag ik echt niet aankomen. Weet je, en dat heb ik allemaal gedaan met de beste bedoelingen. Ja. Ja. Niet wetend, toen ik dit vak zelf ging uitvoeren als uitvaartondernemer. Dat is natuurlijk ook pas ruim 7 jaar. Ja. Toen ben ik heel erg veranderd hierin. Mm-hmm. En kan ik uit. Ben ik me daar denk ik zelfs in gaan specialiseren. Om ouders te begeleiden naar kinderen toe. Om ze juist wel overal bij te betrekken. En het raakt me ook hoor. Het raakt me ook dat ik dan denk. Oh, waarom? En daarom is het reden dat ik jullie die foto wel wilde laten zien pas. Yeah. En dat we daar een familiemomentje van maakten met Thomas en samen eten. En dat jullie uiteindelijk naar zolder gingen, want we zijn natuurlijk verhuisd. En dat alles boven tafel is gehaald, behalve zijn doos. Dus het was niet de dag dat we het mochten zien, denk ik nu. Nee. Nou ja, ik wilde geen ideaal beeld van hem maken, maar het was best wel. Het is best wel heftig om te zien. En voor mij natuurlijk niet. En hij lijkt inderdaad, hij heeft jullie inmiddels, want hij lijkt op jullie. Ja. Hij heeft jullie neusje, dezelfde mond. Hè, en dat, dus dat is er wel. En tegelijkertijd denk ik nu, als ik die foto gewoon op tafel had gelegd vanaf begin af aan. Of zullen we eens kijken in de doos van Stan. Jullie als kind waren daar niet van geschrokken. Nee. Je had misschien gezegd, zo ziet mijn Barbiepop er ook uit. Of hij lijkt op Lampie. Ja. Nee, ja. Maar ik bedoel, er was waarschijnlijk een kinderopmerking gekomen. Maar ik heb dus onbedoeld de beladenheid aangegeven. Dat treft me nu ook hoor. Niet dat ik er emotioneel van, maar dat ik denk, oh, vooral als ik dan jou, onze beelddenker, hoor zeggen, misschien zat Stambel in die doos. Dan denk ik voor jou even, ja, ik zie dat je je ook raakt emotioneel nu. Ja. Ja, je brengt je even terug naar alles. En wat je. Nu komen ook herinneringen boven die ik eigenlijk nooit echt bewust heb gehad of zo. Maar ik weet dat wij ooit, toen we heel jong waren, bij het grafje van Stan zijn geweest. En toen net daarna hadden we een thema op school over je gezin. En toen dacht ik, ja, met wie woon je samen? Waar bestaat je gezin uit? Ja, papa, mama, mijn zus Ilse. En toen voor het eerst, weet ik nog dat ik twijfelde,
toen zei ik, ja, ik heb een broertje. Maar ja, die is dood. En die is stilgeboren, die heb ik ook niet gekend. Dus ja, dat is eigenlijk niet mijn broer. Ja. En dat maakt, daarna heb ik best wel met vragen daar ook rondgelopen. Ik heb heel lang het idee, ik vond het heel lastig om Stan als onderdeel van ons gezin te zien. Ja. Maar ook om hem niet als onderdeel van ons gezin te zien. Dat vond ik heel lastig. En ook toen wij verhuisden naar het nieuwe huis 5 jaar geleden. Toen hadden we nieuwe foto's van ons hangen. Toen had jij een schilderij met een vlinder. En die zette je toen in de keuken neer. En zei je zo, daar mijn meiden en hier mijn zoon. Ja. En toen dacht ik, vond ik dat heel raar op een gegeven moment van, dat ik ook niet wist, inmiddels hebben we er heel veel over gepraat, ja, maar niet wist van, zien jullie hem nog steeds als zoon? Of is het iets wat gewoon afgesloten is? En is het dan mijn broer of is het alleen jullie zoon? Ja. En welke rol heb ik daarin? En moet ik daar wel aan denken of niet aan denken? Ja. En dat, dat vond ik altijd heel lastig. Ja, ja. Dat snap ik heel goed. En nou ja, ik hoop ooit oma te worden. Ja. En dat het allemaal goed mag gaan. Maar dan zal je zien dat je als moeder zijnde dus soms beslissingen neemt. Waarvan ja, je later denkt, oh, dat is niet helemaal handig geweest. Met de beste intenties. En ik weet dat dat zo geweest is. Even handig? Nee, misschien niet. Tegelijkertijd maakt het jullie ook naar wie je bent. En ja, moet ik dan aan jou denken, Jean, wetend dat tegen de tijd dat deze podcast uit is, dat is met een paar weken, dat ook jouw boekje uitkomt. Jouw kinderboekje, wat heet Stil. Mm-hmm. Mijn broertje slaapt niet, maar hij is stil geboren. En dat ook een zusjeversie is. Dus schijnbaar door hetgene wat wij meegemaakt hebben en de, nou ja, noem het fouten die ik gemaakt heb. En het zijn geen fouten, hè? In de, ik wou de zeggen, beslissingen, ik vind dat niet fouten. Ja, beslissingen in de onwetendheid ter bescherming van je kinderen. Hè? Want dat is uiteindelijk wat we doen. Elke ouder, denk ik, wil dat het heel goed gaat met zijn of haar kinderen. Dus uit bescherming heb ik soms dingen gedaan. Waarvan ik later denk, oh ja, ik weet dat we wel zo over Stan gepraat hebben. Maar vooral toen jullie kleiner waren. Ik ging bijvoorbeeld meestal op zijn sterf. Ik kwam niet heel veel bij het grafje. Ik ben niet zo'n moeder die elke dag met een plantje en een dingetje. Maar rond zijn sterfdag dan. En zeker de eerste jaren was jij nog heel klein, maar het begon het echt wel te jeuken. Dan wilde ik erheen. Dat nam af. Jij was 4 toen Janine geboren is. Dat nam wel iets af in die tijd. Ik wilde er met moederdag altijd naartoe en met zijn verjaardag, 24 november. En ik weet dat ik, toen ik jou eenmaal had, moederdag op een gegeven moment ook over begon te slaan of zo. Maar toen kwam jij met cadeautjes van school thuis en dan zit je een beetje in die fase. Soms ging het dan wel hoor. Eventjes op zaterdag of wat dan ook. En ik wilde ook altijd alleen. Want ik wist dat het wel een soort verdriet bij me losmaakte. En dat wilde ik vooral niet aan jullie laten zien. Dus ik op een gegeven moment, na een aantal jaren, was het zelfs zo dat ik dacht, eerst ben je de weken mee bezig tot aan het moment. En dan voel je je eigenlijk niet lekker. En dat er een jaar was. En dan waren jullie denk ik 8 en 4 of zo. Dat ik op een gegeven moment tegen oma zei, ik ben helemaal niet lekker. Gewoon helemaal niet. En janken. Ja. En even zeggen bij mijn moeder aan de telefoon het verhaal. Ze zei, ja, dat kan ook bijna niet. Hè, want over 2 dagen is ook de dag van Stan. Toen dacht ik, oh, oké. Okay, want hij staat bij oma op de verjaardagskalender. En toen dacht ik, oh, oké. Okay, daar komt het dus vandaan. En 9 van de 10 keer, als ik er dan geweest was, vond ik ook niet wat ik moest vinden. En was het ook weg. En ik heb, kijk, voor mij, ja, hij hoort bij ons gezin. Ja. Tegelijkertijd staat er op zijn steentje veilig in Jezus' armen. En ik weet dat ik uit het ziekenhuis reed naar het nieuws. Ik ben ook alleen in het ziekenhuis toen geweest. Jij was heel klein nog bij oma. Ik ben naar huis gereden. En vanaf het moment dat ik in de bij de gynaecoloog naar buiten stapte, ging het kinderliedje in mijn hoofd. Jij bent veilig in Jezus' armen. Veilig ben jij bij hem. En dat heb ik gezongen tot ik thuis was. Dat heeft 2 dagen door mijn hoofd gezongen. Dus er kon ook maar 1 tekst op. Ja, ik wilde een heel gedicht. Maar opa en papa vonden het allemaal lang. Maar uiteindelijk wilde ik dat er wel op hebben. Dus als ik dan bij dat grafje kwam, dan dacht ik ook, ja, hier sta ik wel. En het is allemaal goed. En ik denk hier aan je. Maar je bent hier niet. Weet je, dat was voor mij ook wel heel duidelijk.
En ik wilde ook niet het zo beladen maken dat ik dacht van ja, dan moet ik elke dag, elk jaar moet jullie mee naar het grafje van je broertje, wat je niet eens kent. Wat ook een kindje was van 22 weken, wat ik in die tijd echt wel terug wilde nuanceren naar van het heeft niet geleefd. Ja, weet je, dat het heb je ook echt wel gedaan. Ik heb het heel vaak, ik heb mijn verdriet eromheen. Ik heb denk ik willen relativeren en het in verhouding. Ik weet dat wij in onze kennissenkring iemand had die op een hele nare manier viel van een voldragen kindje. En dat er ook letterlijk in die tijd gezegd werd van ja, maar dat voor jou is veel minder belangrijk, weet je. Want dat was voldragen. En ik ben dat gaan geloven. Mm-hmm. En het was tante Beb, noem ik haar altijd, hè. Ze leeft niet meer. Maar dat was natuurlijk, iedereen noemde het in die tijd tante en oma. Ja. Tante Beb was een vrouw die heel veel bij ons thuis kwam. En die heb ik leren kennen toen ik zelf een jaar of 10, 12 was. Ja. En haar dochter van 9 jaar ouder dan mij was met 12 jaar leeftijd zomaar overleden. Zij had maar één kind. En jaren later zei ik een keer tegen haar, ja, maar tante Beb van u is ook heel anders. Weet je? En toen werd ze boos op haar manier. Dat was van, en dat ze zei, keint, want dat was een Veense keint. Ik snap niet waar je over in zit. Zei ze, dat mag je nooit meer zeggen. Want een kind verliezen, dat is net zo erg. Op welke leeftijd dan ook. En toen dacht ik, ja, misschien ook wel. Dus zij gaf het de ruimte, opa en oma ook aan iedereen. Maar ik weet wel dat er een verschil is tussen een kindje verliezen en je zwangerschap. Voor mij, hè. Mm-hmm. Als een kind verliezen waar je jaren voor gezorgd hebt. En ik moet er niet aan denken dat ik een kindje een paar jaar had gehad. En een jasje aan de kapstok had gehad. En het had geknuffeld en gedaan. En dan afscheid van had moeten nemen. Mm-hmm. En tegelijkertijd zei ik ooit tegen iemand, haar kindje had een week geleefd. Toen zei ik, oh, ik ben blij dat ik dat niet had. Toen zei ze, Simone, maar ik heb het vastgehouden. Ik weet hoe het ruikt. En ik weet hoe het eruit zag. Mm-hmm. En toen zei ze, dus ik ben blij dat ik het wel heb gehad. En ik geloof dat je dat allemaal op je eigen manier doet. En dat je, nou ja, ik heb het... voor mij, misschien voor mijn eigen verdriet, maar ook wel voor jullie, altijd willen nuanceren naar ja, het is heel erg, maar ik heb jullie wel. Ja. Ja. En ik heb dat ook gezegd. En nou ja, het laatste jaar, Janine, zijn wij erachter gekomen dat dat best ingewikkeld is geweest. Vooral voor jou. Hè? Jullie zitten allebei heel anders in elkaar. Ja. En ik weet dat ik, Jean is allebei heel gevoelig, want dat heb je van je moeder. Maar Jean is de beelddenker. Ja. En die zit iets. Jij kan iets moeilijker, langer over dingen nadenken. Ja. Of het je, is dat je hooggevoeligheid, denk ik ook. Ja. Ik weet dat ik uiteindelijk, dat jullie op een gegeven moment een keer bij mij huilden, allebei. Jij kwam mee van het graf de eerste keer die met nee zei, ik mis opa en ik mis mijn broertje. En toen zei ik, nou dat kan helemaal niet, want weet je, die missen jou ook niet, die zijn in de hemel. Ja. En op z'n oma Ria's. Op z'n oma Ria's. En weet je, dus die missen jou niet, want dat kan niet, want daar is het alleen maar leuk. Dus je hoeft hem ook niet te missen, want hij is niet alleen. En dus ik, Frank, joh, ik wilde zo graag jouw verdriet weghalen. En toen jij een paar jaar later eigenlijk met dezelfde ding van ja, maar ik mis wel mijn broertje. Toen zei ik, nou, dat moet je helemaal niet doen. Dat doet mama ook niet. Want daarna heb ik jou gekregen. En je moet goed onthouden, als hij er was geweest, was jij er misschien wel niet geweest. En ik ben zo blij dat ik jou heb. Ja. En maar die zin, dat is misschien wel, dat is misschien wel de grootste fout van mijn leven geweest. Ja. Nou ja, dat is, zo moet je het niet zien. Want we hebben het nu natuurlijk heel specifiek over Stan nu. Maar daarentegen heb je ons ook heel erg beschermd daarvoor. En hebben wij gewoon geleefd in een gezin waar we heel gelukkig zijn geweest. En waar we de mooiste herinneringen hebben gemaakt. Was daar plek om het vaak over Stan te hebben? Ja, dat wel. Heb ik dat heel erg gemist? Achteraf gezien misschien wel. Op dat moment vaak niet. Nee. Maar die zin, ik heb daar heel erg van gemaakt van Stan, als Stan er was geweest, was ik er misschien niet geweest. Dus als ik er niet was geweest, was Stan er wel. Dus is het dan mijn schuld dat Stan er niet is? Want is schijnbaar, ik heb daarvan gemaakt dat het een of andere strijd is geweest tussen Stans en mijn leven. En dat ik gewonnen heb. En dat ik daardoor de tweede dochter werd in een gezin. Maar
een zoon heb afgenomen. Vooral van papa. Daar had ik heel lang heel groot schuldgevoel naar gehad. Omdat ik echt dacht, als papa bijvoorbeeld... Papa is dan vrachtwagenchauffeur heel lang geweest. Als ze dan vroeg of ik een ritje mee wilde maken. En toen ik jong was, vond ik dat echt wel leuk. Maar later dacht ik echt niet meer. Net zo leuk als je moeder. Ja, ja. Die laadknop vond ik leuk om naar beneden te doen. Maar dan weer anderhalf uur rijden. Toen dacht ik, dat vind ik eigenlijk niet leuk. Toen dacht ik, oh... Maar misschien had Stan het wel heel leuk gevonden. Want weet je wel, een jongen en truckers en ja, al dat gedoe. Ja. Dat ik dacht van, nou, misschien moet ik het dan toch maar doen. Ja. En, nee, niks aan. Oh. Maar dan dacht ik van, ja, misschien moet ik het dan toch maar doen. Ja. Daar heb ik altijd wel heel erg moeite mee gehad, merk ik. En dat was eigenlijk helemaal niet heel duidelijk, hè? Heel lang. Nee. Want dat is onbewust geweest. En nou ja, laten we heel eerlijk zijn. We hebben iemand die bij ons in de opleidingen als huispsycholoog psycholoog ook lesgeeft. Ja. Maar wat ook een, voor mij inmiddels een vertrouwenspersoon en goede vriend is. Waar ik zelf door gecoacht word. Die heeft ooit gezegd, heeft mij het boek gegeven De Fontein. Wat gaat over de plaats die je neemt in familie. Hè? Ja, familiestellingen. Ja, familieopstellingen. En uiteindelijk ging het niet zo heel lekker met jou. Nee. En zei ik van, ga eens met Gerlof praten. En dat deed jij. Ja, en toen was eigenlijk de eerste vraag die Gerlof aan mij stelde. Hoe ziet je gezin eruit? En toen, dus ik zo, ah, papa, mama, Ilse, die woont nog thuis, maar die gaat eruit. En mijn zwager. Ja. Nou, best. Ik ken Gerlof al, dus dat ook, mag zijn naam niet noemen. Jawel, heb ik ook al drie keer gedaan, dus nou, vind je helemaal niet. Maar ik kende Gerlof al. En toen zei hij, ik weet dat er ook een kindje ergens overleden is. Ik zei, ja, dat is Stan, die zit tussen mij en mijn zus in. Toen zei hij, oh, dus jij bent daarna gekomen. Ik zei, ja. Wat weet jij daarvan? Is er ja eigenlijk niks? Ik zei, nou ja, alleen als Stan er was geweest, was ik er niet geweest. Meer weet ik niet. En toen zei hij, ik denk dat we het daar eens over moeten hebben. Want daar zit denk ik veel meer achter. En zo zijn we begonnen. En daar zat veel meer achter. Waaronder dit schuldgevoel. Ja, waaronder dit schuldgevoel ook. En het was ook onze lieve Jan, die meewerkt aan de podcast, die op een gegeven moment met mij een interview deed. Die toen aan mij vroeg, maar waar zit die pijn dan? En toen zei hij, mag ik een hele harde vraag stellen? Want waardoor komt dat schuldgevoel? Toen zei hij, denk je dat Stan het beter had gedaan? Ja. Het leven beter had gedaan dan jij? En ik ben altijd in strijd geweest, onbewust, met een jongetje van 22 weken, om maar te bewijzen dat ik het leven waard was, dat ik er alles uithaalde, dat ik goed was voor mijn ouders. En natuurlijk heb ik ook wel stomme dingen gedaan, maar ik had daar ook altijd een enorm schuldgevoel over als ik iets deed. Dat ik ook vaak niet durfde te vragen, zeker als je jong bent, van mag ik later thuiskomen? Want mijn vriendinnen mogen 2 uur later in de nacht thuiskomen dan ik. Ja. Nee, maar en dan gewoon... hadden we het al over dat je pas tegen 2:30 thuis kwam op je 15-jarige leeftijd. Ja, hoor, dat dus weet ik. Nee, maar dat is ook niet gek. Ik was braaf. Maar ik durfde, ik durfde nooit zulke dingen te vragen. Heel bang dat jullie teleurgesteld in mij zouden zijn. Ja. En ik denk, ik heb heel lang geworsteld met faalangst. En doe ik nog af en toe. En ik denk dat daar ook een heel stukje mee te maken heeft. En sinds dat boven tafel is, denk ik, jemig, wat heb ik het mezelf moeilijk gemaakt. En ben ik in strijd geweest met een jongetje wat ik ervan gemaakt heb. Niet een jongetje wat het is. Juist. Die daar ook helemaal niet tegenover staat. Ik vond vroeger bijvoorbeeld, ben dan van de zomer bij het grafje van Stan langs geweest, omdat ik hier dan heel veel mee bezig was. En wat betekent hij voor mij? Toen dacht ik, daar ga ik antwoorden vinden. Ik wist, had geen idee meer waar het lag. En op de begraafplaats dacht ik, ik moet toch nog een klein stukje doorlopen. En als ik een windmolentje zie, dan weet ik dat het grafje ernaast is. Dus op een gegeven moment zag ik door de struikjes een regenboogkleurig windmolentje. En toen dacht ik, oh, hier is het dus. En toen keek ik ernaar en toen dacht ik, ik dacht, nou, misschien moet ik er tegen praten. Ja, maar dan ben ik dan ook weer, ik ben wel heel
Ik denk wel heel erg door, maar ik ben daarentegen ook heel nuchter. Toen dacht ik, ik zit hier tegen een steen te praten. Tegen een jongetje die hier niet is. Nee. Wat, ik vind hier niks wat ik... ik vind hier niks... Ja, ik vind hier niks. Dat is gewoon het hele punt. Hier bij het grafje vind ik gewoon niks. Behalve dat de naam Beier erop stond. En Lieve Stan... En toen dacht ik, toen begon ik te huilen. Dacht ik, Lief, we hebben geen idee of die Lief is. We hebben hij heeft niet de kans gekregen om het tegendeel te bewijzen dat de rotjong was, bijvoorbeeld. Maar ook niet de kans gekregen om fouten te maken, om ruzie te maken met zijn ouders, uiteindelijk terug te komen, omdat zijn hart wel lief is van binnen. Wat ik wel zeker weet is dat hij geliefd is. Maar het doet mij soms best wel heel veel pijn. Dat ik zo graag had willen weten. Of hij dan daadwerkelijk een broer voor me zou zijn. En daarentegen heb ik een hele lieve zus. En kom ik helemaal niks tekort. Maar dat was ook wat ik in dat gedichtje schreef op zijn verjaardag. Van er is geen leegte meer in ons huis. Er is geen leegte meer in ons hart. En er is geen leegte meer in ons thuis. Maar er was wel plek voor jou geweest. Ja. En ik denk dat dat ook het punt is van het verdriet. En of je dat nou, wat jij net zegt, over met een jong kindje hebt die wel een paar jaar geleden geleefd heeft. Of een kindje dat stilgeboren wordt met welke week dan ook. Het verdriet zit hem niet in hetgene wat je vasthoudt. Het verdriet zit hem in de herinneringen die je had willen maken. Ja. In een boek wat geschreven wordt. Alleen de ontbrekende lege pagina's, die doen pijn. Niet de pagina's met herinneringen die er staan. Dat is sowieso rouw in het algemeen. Ja. Dat zeg ik ook heel vaak bij een uitvaart als ik spreek van... De pijn zit niet in de geschreven hoofdstukken. De pijn zit in de lege pagina's die we nog zo graag hadden willen vullen. Ja, dat precies. Je hebt... En ik denk dat dat de kern is van Stan. Ik denk dat de stilgeboorte daar ook over gaat. Hè? Of kindertjes die heel jong, net na de geboorte overlijden. Dat je rouwt op een gegeven moment om de verwachting die er is. En ik heb dat, we hebben er wel eens over gehad. Hè? En een paar jaar geleden ook nog, het komt regelmatig toen Thomas in het gezin kwam. Ja. Jouw eerste lange relatie bij ons zat. En het uiteindelijk ging over, oh ja, we hebben ook nog een broertje. En dat ging dan gewoon onder de borrel even. Die zei, hè? Dat we er kort over praten. En dat we dan ook tegen elkaar zeiden van... maar wat mensen doen, is een ideaal beeld maken. Dat hebben we zelf ook gedaan. En, ja, en ja. Dat we zeiden, nou ja, weet je... jij bent 1,80 meter en jij zit op de 1,74 meter. Ze hebben het grove gebouwd allemaal. Mooie. Maar dus, nou ja, hij zal vast wel ook... zou hij de ogen van Ilse hebben of van Janine, weet je wel. Nou, krullen hadden jullie allebei. Nou, misschien wel zo. En hij zal zeker wel een grote kerel zijn geweest. En met papa naar de voetbal. En ja, ja alles wat... Dat heeft nu Thomas, jouw vriend, is dat dan inhalen met papa. Dus hij komt niks tekort. Maar het was dus een beetje een ideaalbeeld aan het worden. Hij zal ook wel misschien wel auto's zijn gaan wassen bij de vrachtauto. Omdat papa dat werk toen deed. Of het werd heel mooi. En jullie dat zaten te doen met elkaar. Ja. En dat ik het af... Ja. Ja, nou ja, goed. En toen zei hij, ja, het had ook gewoon iemand kunnen zijn die op de modeacademie was. Die ons nooit meer had willen zien. Die zijn hele leven zwaar depressief was. Waar jullie helemaal niks aan gehad hadden en alleen maar ellende in ons gezin had gebracht. Of zoals heel veel jongeren in deze tijd helaas... begint met een pilletje op een festival en dat uiteindelijk totaal uit de hand was gelopen. Ja. Drugsverslaafd uit huis. We weten het niet. Nee. Wat ik wel weet, en dat is vanuit het geloof wat ik heb, maar jullie ook... is dat er staat niet voor niks veilig in Jezus' armen op. Dat ik geloof heilig dat ieder kindje, en ik weet dat daar discussies over zijn in de christelijke wereld, dat ze zeggen, ja, van geloven houden niet, onzin. Ieder kindje, waar een hartje is gaan kloppen, wat geleefd heeft, ik geloof dat het een leven in de eeuwigheid krijgt. Ja. En nou, we zeggen altijd in de hemel zal een teken van herkenning zijn. Ja, tuurlijk heb ik ook wel een grote krullenkop van bijna 2 meter in mijn kop. Die, nou ja, kan in ieder geval op het neusje en de mondje letten. Nee, maar... Ik vond het vorig jaar toen dit allemaal... We hebben natuurlijk heel veel gesproken. Ja. Toen dit vorig jaar bij jou allemaal naar voren kwam... heb ik me eerst heel schuldig gevoeld. Dus dat was allemaal heel goed voor Gerlof, want die had de werk zat door, zeg maar. Nee. Maar... ja, toch? Bedankt, Gerlof. Ja, bedankt, ja. Gerlof. Ja, bedankt ons ook maar eens een keer. Ja. Nee.
Maar dat hij ook zei, je moet je niet schuldig voelen, want je hebt het gedaan met wat je kon. Maar wat me wel heel erg verzekert in hoe ik in mijn werk ben veranderd, zeg maar, of minstens, nee, niet, hoe ik veranderd ben als mens en in mijn werk het zo graag anders wil doen. Ja. Dat is zo treden dat we deze podcast opnemen, ja. Omdat ik ook zo eerlijk wil zijn dat ik niet alleen maar het goede advies zomaar geef nu, mm-hmm. of wil geven of de expert wil uithangen, dat het te maken heeft met nou ja, met zelf vallen en opstaan en dingen niet altijd goed doen. En het gesprek wat wij daarna gevoerd hebben, Janine ook, en ik weet niet of jij daarbij was, dat ik uiteindelijk jullie opnieuw verteld heb hoe het wel in elkaar zat. En dat de korte versie tegen een spelend kind was, joh, als jij er niet was geweest, hè, of als Sander was mm-hmm. geweest, was jij er misschien wel niet geweest. Niet over, ik heb jou veel liever, dus klaar, want dat zei ik altijd wel. Zie je ook weer hoe wij mensen altijd graag het negatieve horen. Dat we uiteindelijk dat gesprek gevoerd hebben hoe het echt zat. En dat de echte verhaal is dat ik met je vader trouwde op jonge leeftijd. Omdat hij ten eerste een stukje ouder was. Nou ja, 7 jaar valt mee, hè. Soms 6, soms 7, ja. Zegt hij dan. Maar dat we 6,5 jaar schelen. En dat ik de eerste keer onverwachts door de pil heen zwanger raakte. En daarachter kwam op het moment dat ik een miskraam kreeg. En daar wel iets kreeg van, nou oké. Ja, ik wilde nog geen moeder worden. Ik wilde ook nog werken. Maar er werd wel iets wakker gemaakt in mij. Plus dat ik bijna al mijn vrienden 5 jaar ouder zijn. Ook in de tijd van trouwen zaten toen. En uiteindelijk een aantal jaren later overal zwangerschappen ontstonden. En ik toch wel heel graag een kindje wilde. En van jou was ik direct zwanger. We dachten dat we het wilden. En we waren ook nog aan het verhuizen. En eenmaal verhuisd ja. op moederdag dacht ik, zal ik nog een keer testen na 10 negatieve testen. En bleek ik al bijna 3 maanden zwanger. Dus jij was een cadeau. Mm-hmm. Een intens mooi cadeau. Op het juiste moment. Want toen opa daarna overleed, was dat voor je vader heel zwaar. Maar hij had zoveel om voor thuis te komen. En toen kwam Stan. Van Stan duurde het 4 maanden voordat ik zwanger raakte. En na Stan wilde ik maar 1 ding. Dat was heel graag weer zwanger worden. Dan moest ik er een jaar op wachten. Hormonen slikken, noem maar op. En toen ik het opgaf en zei, ik doe mijn oudste kind tekort. Want ik doe leuke dingen met haar, maar ik wil daar ook echt weer van. Ik wil daarvan genieten. Ik wil moeder zijn en elke herinnering opslaan. Ik ga kijken naar wat er wel is en niet naar wat er niet is. Nou, die maand erop was ik zwanger. Dat was de laatste maand dat we het zouden proberen. En kwam jij. En jij maakte het ook nog eens heel spannend om in de zwangerschap. Ik had zelf gesteld, bij 22 weken was Stan geboren. Daarna ja. gaat alles goed. En op de dag dat ik 22 weken was, op mijn verjaardag en iedereen naar huis ging en je vader met een biertje op bed belandde, ging ik naar de wc en was alles bloed. En moesten wij met spoed naar het ziekenhuis. En in het ziekenhuis op de verloskamer was er een lieve zuster die dacht, ik zal even naar het hartje luisteren. En die hoorde geen hartje. En toen kwam er een team binnenrennen. Was er een gynaecoloog die een echo-apparaat op mijn buik zette. Heel diep ademhalen en lachten en zei, kijk eens, het zwaait. Dus en toen wist ik dat het goed zou gaan. Maar dat wist ik vanaf de dag dat ik zwanger was. Je hebt het met de geboorte nog heel spannend gemaakt. Om navelstreng om je nek te hebben. En weet ik wel, allerlei gekke dingen uit te halen. En alles wat ik wilde was dat je een meisje zou zijn. Dat was bij jou wel zo. Stiekem. En jij werd geboren en de dokter zei, het is een meisje. En toen zei ik tegen papa, vind je het niet erg? Erg, zei hij. Weet je, omhoog, het is een meid. En ik heb zelf 2 broers. Tjes, zeg ik altijd. Hè. Ze zijn 1 meter groter dan ik. Of zo. Nou ja, nee, maar ze zijn heel groot. En ik, hoeveel ik ook van ze hou, ik had altijd heel graag een zus gehad. En ik wilde ook dat jij een meisje was. Dat wilde ik echt. Dat wilde ik voor Ilse. Dat wilde ik ook voor mezelf. Ik weet niet. En het was zo. Het was voor mij het gelukkigste moment ter wereld. Dat jij uiteindelijk levend in je wiegje lag. Zoé. Ja, ophouden. Dat je zusje binnenkwam. Waar al een paar weken een bodywarmetje voor hing. Met een lila shirtje eronder. Met dikke paarse gebruikletters. Ik ben grote zus. En die foto is ook ergens. Die gaan we opzoeken. Want die moeten we in beeld laten ja, zien. Ja, die heb ik in mijn babyboek staan. Maar gelukkiger dan dat ben ik niet meer geweest. En toen jij 6 weken oud was. En mee moest naar de gynaecoloog. Tenminste, want ik wilde je natuurlijk showen. Toen zei die hele lieve oude man tegen mij, jij weet niet half wat voor groot wonder jij daar in je armen hebt. En nu is het afgelopen met kinderen krijgen.
Dus het is niet zo dat als Stanne niet geweest, jij niet was geweest. Ik geloof dat als Stanne was geweest, dat jij er was geweest. En dat je misschien nog wel een broertje of zusje van had gehad. Want ik wilde heel graag een groot gezin. Kom ik iets tekort? Nee. Ik heb 2 fantastische dochters. Waar ik zo in en in trots op ben. En dan zeggen mensen, oh, wat fijn dat ze bij jou in het bedrijf werken. Het is allemaal grote onzin. Want als ik iets jullie leer en blijf zeggen, is ja, ik vind het heel fijn dat jullie deze passie delen. Omdat ik weet dat we iets kunnen veranderen in Uitvaartland. En tegelijkertijd maak ik mijn droom waar op dit moment. En heb ik tegen jullie allemaal gezegd, maak de droom waar die jij hebt. En nou, als je een grote broer, als je grote broer vanuit de hemel naar beneden zou kijken, als jouw kleine broertje dat zou kunnen, dan kan hij alleen maar heel trots zijn. Iemand zei ooit tegen mij, alle kindjes die geboren worden, worden engelen. Mm. Ik weet niet of het zo is. Dat gaan we ooit meemaken. Maar nou ja, dan heb je alsnog een hele grote beschermengel in plaats van een broer die zegt dat je dingen niet goed doet en noem maar op. Of zegt dat je een dikke reet hebt in een bepaalde broek. Bijvoorbeeld wat mijn broer tegen mij zei altijd. Het belangrijkste vind ik dat jullie voor nu en voor altijd weten dat jullie intens geliefd zijn. Dat jullie altijd welkom zijn geweest. Dat er nooit een moment is geweest dat ik jou niet had willen hebben. Want als ik vandaag de keuze zou krijgen om Stan te kunnen zien en jou in te leveren. Of jou. Dan zou ik vandaag zeggen nee. Want ik ben zo blij met wat ik heb. En dat hou ik voor altijd. maar ik wil wel heel erg danken voor het feit dat ze... Dat we de afgelopen jaren hebben geleerd dat de beslissingen die ik en je vader genomen hebben, jullie vader genomen hebben in de tijd, met de beste bedoelingen om je kind te beschermen, niet altijd de beste bedoelingen zijn. Daarom maken we deze podcast. Daarom is het dat we heel kwetsbaar willen zijn en mensen willen laten zien dat als wij zeggen, betrek kinderen erbij van begin tot eind, kinderen rouwen. Nou ja, mensen kunnen het niet zien, maar het wordt wel opgenomen. Maar tegenover ons staat heel graag. We zitten in het kantoor waar onze uitgeverij zit. Waar jouw boekje uitkomt, onze boekjes zijn. We zitten op de plek waar we opleidingen geven. Waar jij heel erg bij betrokken bent. En daar staat regeren over rouw en verlies. En dat is denk ik uiteindelijk wat we willen. Wat ik altijd gewild heb. Wat ik altijd wilde was dat rouw en verlies niet over jullie zou regeren. Het punt is alleen dat ik dat door het weg te stoppen wel een klein beetje veroorzaakt heb. En dat we nu met elkaar geleerd hebben dat als wij willen regeren over rouw en verlies, dat we alles bespreekbaar moeten maken, ook voor kinderen. Je moet rouw nooit wegstoppen. Ik denk dat dat de hele kern is. Je kunt er pas over regeren als je alles toelaat. Ja. De boosheid, het verdriet, gewoon mag zijn. Omdat wij dat minder gedaan hebben, zit ik hier nu op 20-jarige leeftijd te huilen erom. Maar ik merkte, volgens mij heb je ook gesproken met de ouders van Rowan. Ja. Klopt. Nou, dat was het eerste stilgeboren kindje waar ik bij betrokken was binnen de uitvaarten. En die gingen we ophalen in het ziekenhuis. En dat is wel heel mooi, want toen mochten we hem ophalen. En toen zat hij ook samen met mijn lieve collega Elise, die bij me werkt. We hielden hem dan op schoot en in het mandje zo. Juist omdat dat bij Stan niet zo was. En op een gegeven moment merkte ik... Ik ben zo blij dat ik voor dit jongetje mag zorgen... En ik ben ook mee geweest naar de uitvaart. En die ouders wilden niet alles in het begin. En op het laatste moment vroegen ze, wil je wat fotootjes maken? En ik ben helemaal niet fotografisch ingesteld. Maar ik heb wat fotootjes gemaakt van het graf en van het mandje. En gefilmd hoe ze afscheid namen. Omdat al is het maar voor neefjes of nichtjes of andere kindjes die er ooit bij betrokken zijn... Dat ze gewoon kunnen terugkijken naar dat moment en toch afscheid kunnen nemen. En toen ik dat eerste kindje wat stilgeboren was,
bij die begrafenis mocht zijn, kon ik het ook op een andere manier loslaten. Omdat ik dacht, we mogen hier zo mooi voor zorgen. Ja. En ondanks de pijn en het verdriet is dit zo'n mooie herinnering uiteindelijk. Ja. In ieder geval, het gaf zoveel voldoening. Juist omdat het bij Stan waarschijnlijk niet zo geweest is. Dat je gewoon alle zorg eromheen zag. Het lieve kindje waar zelfs Elise ook nog van zei, voordat hij begraven wordt, wil ik nog even afscheid nemen. Dat we met zo'n mooi team, niet alleen voor het jongetje, maar voor de ouders en hopelijk ook voor opa en oma en iedereen die erbij betrokken was, mochten zorgen. Ja, dat is gewoon prachtig dat dat zo kan. Ja. En dan ben ik heel blij dat Stan dat... Nou, dat klinkt dat gek. Nee. Ik ben bijna blij dat... dat we Stan verloren zijn. Omdat je weet hoe een gezin zich uiteindelijk vormt. Dat je weet dat het goed komt. En dat je hopelijk weet dat deze kinderdoos niet verdwijnt bij de verhuizing. En vaak open mag. Ja, ik denk dat je dit heel goed samenvat. Ik denk dat dat ook de kern is. Dat ik heb het tegen jullie wel eens gezegd. En volgens mij, toen Leontien mij interviewde, ik geloof dat toen we Stan begraven hebben, dat er een zaadje is meegeplant. Ja. Mm-hmm. En dat daar een fantastische boom uit gegroeid is. Met wat kromme takken, omdat het niet altijd groeit zoals je denkt dat het beste is. Maar waar uiteindelijk vruchten aan hangen. En dat we die mogen uitdelen aan de mensen om ons heen. Ik denk dat we altijd dachten dat Stan een boom van een kerel zou zijn. Ja. Maar ik denk dat er een boom van liefde en binnen bedrijven uitgegroeid is. Ja. Dat de vruchten die daaruit zenden. Ja, dat is misschien wel heel mooi. Ik voel een nieuw schilderij aankomen. Ik ook, ja. Lieve meisjes, dank jullie wel. Ja, graag gedaan. De volgende keer dat je met mij wil spreken, graag even een afspraak maken langer dan een half uur van tevoren. Ja. Het idee was dat we elkaar echt niet gesproken hebben voor deze... Ja, wel, we spreken elkaar zelf, maar niet hierover. Nee. Wat is puur is. Als je nog één ding mag zeggen tegen ouders die dit meemaken op dit moment met jonge kinderen, wat zou je dan willen zeggen? Dat vraag jij mij. Ja, ik vraag bewust aan jou. Maak emotie bespreekbaar. Want... Ja. We hebben een uitvaarthuis en geen tissue te vinden. Het is toch belachelijk? Nee, maar... jouw emoties hebben we altijd wel besproken. En nu is papa geen prater. Dank je, Jan. om het ook van een vader te horen, van een moeder. Moeders delen denk ik makkelijker, ondanks of het wel of geen praters zijn. Maar er zijn ook vaders. Ja. En toen wij die babydoos open gingen maken, of in ieder geval het de bedoeling was. Pa was heel kortkontig en die wilde het niet. En ik denk van, ik wilde eigenlijk met pa een gesprek van waarom wil je het niet? Maar ja, dan is pa, hoe lief als die is, ook gewoon nee, dit is het. En niet te dichtbij komen, dus dat respecteer ik ook. Maar dat denk ik, maak het samen bespreekbaar, moeder en vader. Ja. Jouw vader heeft vanaf het begin af aan er weinig over gepraat. Was chauffeur op buitenland. Ja. Was een jaar daarvoor zijn vader verloren. Dus stapte vaak op de auto en was weg. En als ik er dan over wilde praten, dan zuchtte die. Dankjewel, Jan. Dan zuchtte die van, moet dit? Ja. Of ja, nou ja, hoezo? Je kunt er toch niks aan veranderen. Ja. En het heeft ook een tijd geweest dat je even uit elkaar groeit. Dat is ook waarom we ouders tegenwoordig langer begeleiden en ook coaching aanbieden. Ja. Daarentegen heb ik de eerste jaren er zoveel over gepraat, gehuild, verwerkt, op mijn manier en van alles meegedaan. Ja. Dat het voor mij letterlijk is, ik kan danken dat ik het heb meegemaakt door wat er uitgegroeid is, zoals jij zo mooi zei. En ik weet dat je vader er heel veel last van had. De stand zou nu drie, rond zijn, dus een jaar of vijf geleden, is je vader aan zijn rouwverwerking begonnen. Ja. En het zijn mannen. Ja, daarom. Negen van de tien mannen stopt het in een doosje. En als de deksel erop zit, doet het geen zeer. Als je hem opentrekt, dan... En dit doosje konden we niet vinden. Daar was hij heel blij mee. Ja. En ik ben toen met jou een paar mee geweest. Jij hebt toen 2-3 jaar terug rond jouw verjaardag een nieuw steentje gekregen. Ja. Stan heeft een nieuw steentje op de graf gekregen. Wat meer onderhoudsvrij was. Ja. En toen was ik met pa mee. En...
Of met, ja, met jullie allebei. Mm. En dat vond ik wel heel fijn om te zien ook dat paar, ja, ik sta hier wel. Maar ja. Ik denk dat dat... Wat doe ik hier? Nou ja, dat ik dat van papa heb. Van ja, hier staat een steen, maar mijn zoon of mijn broertje is hier niet. Ja. Ja, maar dat heb ik zelf ook niet, hoor. En tegelijkertijd is dat denk ook. Ik niet zo. Nee, maar... Maar hij kan het daar niet vinden. Nou, dat. Van, ja, en jullie hier, grabbelen. Ja. En dan grabbelen we met z'n allen weer in die doos waar die deksel zo graag op moet zitten. Ja, ik heb met pa wel... toen dat gesprek... toen dat interview met Jan had gehad... ben ik bij papa geweest. En die was buiten aan het darten. Die zei, hé, hoe was het? Dus toen deden we samen een drankje. En toen zei ik... Ik heb gewoon me heel lang schuldig gevoeld... dat ik jou een zoon heb afgenomen. En toen zei hij... Ik zou niet weten waar je dat vandaan gehaald hebt. Want zo heb ik het nooit gevoeld... En dat was zo goed om dat van papa even te horen. En die had ook, toen ik erover vertelde... dat ik dacht dat Stan het wellicht beter zou doen. Toen zag ik ook tranen in zijn ogen dat hij zei... Maar ik ben zo trots op jullie. Ja, en dat is hij. En dat is gewoon, dat is zo mooi. En dat, maar dat was ook heel goed om even die twee zinnen van papa even te horen. Ja. Dat is gewoon super. Wat ik nog ouders mee zou willen geven... Je kunt een rouwproces van een kind niet makkelijker maken. Behalve door er te praten. Maar je kunt het niet afnemen of ontwijken. Daarentegen moet je je als ouder nooit schuldig voelen... over hoe je je best doet voor je kind en ze bijstaat. Want ook tegen jou, jij hebt het fantastisch altijd gedaan. En er is geen reden om je schuldig te voelen tegenover mij. Omdat ik die pijn en rouw voelde. Daar is niks aan te verwijten aan jou. Ja, dank je. Echt niks. Dat is puur uitgestelde rouw. Ja, dat klopt. Dat klopt. Dus schijnbaar kan je dus zelfs rouwen om een broertje... wat voor jou geboren is, maar niet geleefd. Dat vond ik heel raar. Ja. Maar ik denk ook... ook mooi om aan ouders mee te geven... stel dat er na je stilgeboren kindje nog een kindje is... benoem het wel ook als hun broer. Want dat is de enige vraag waar ik eigenlijk jaren mee geworsteld heb. Is Stan mijn broer of is het mijn ouders kindje? Nee, Stan is echt je broer. Ja. En... mooi dat je dat zegt. Om daarmee af te sluiten is het denk ik goed dat we te vertellen dat we een geboortekaartje kregen deze week van Kane. Ja. Kane is het kleine broertje van Seb. En ik geloof echt dat ik met zijn moeder nog een keer in gesprek ga. Want dat wil ze graag als ze weer... Ze is nu net bevallen. En zij heeft een prachtig kaartje. Oh, tranentrekker. En op dat kaartje staat een gedichtje van Lentezoet. Wat eigenlijk zegt dat ze... dat het een grote broer van achter de regenboog mee naar beneden kijkt... en er op die manier altijd bij hoort. En dan staat er een zin onder op het kaartje. In ons hart met z'n viertjes. Nee, voor het oog met z'n drieën. In ons hart met z'n vieren. Ja. Gruwelijke taal. Dat is het misschien wat het is. Maar dat is het ook. Ja. In de harten van die mensen en van ons. Zal bij ons dan altijd meeleven bij hun kindje. Ja. Maar wil ik afsluiten om nog één keer te zeggen... hoe intens dankbaar ik ben voor hetgene wat ik wel heb gekregen. En dat zijn twee meiden waar ik super trots op ben. Dank je wel. Heeft u naar aanleiding van deze podcast vragen en of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op. Dat kan via e-mail, onze website of telefoon. Alle gegevens vindt u in de nadere informatietekst bij deze podcast.